is Lars van Heeswijk. En, hij wordt nat! Ja, en hoe? Natter dan zijn vriendin op zondagavond. Ik zou zeggen, betreed naar beneden. Ja, ik neem in open. Ja, succes, hè? Dankjewel. Nou. Wij bevinden ons momenteel niet in onze studio. Nee, wij zijn in een raam. Wij zijn in een raam. Het raam van Glow FM. En hier beneden, hallo! Hallo! Harde schreeuwen! Hallo! Daar staat Lars. Lars van Heeswijk. Met een GoPro in zijn handen. Met een GoPro in zijn handen. Want Lars die, is nieuw op Glow FM. En iedereen die nieuw is, moet natuurlijk een ontgroening krijgen. Dus, dit is wel een ontgroening. En hoe beter dan dat doen met de Ice Bucket Challenge. Precies. Dus wij hebben hier staan... Nou, twee buckets met ijs toch wel. Twee vuilnisbakken. Lars, dit is wel een beetje hoe het werkt. Jij staat hier. Wij gooien die bakken ijs over je heen tegelijkertijd. En dan moet je de eerstvolgende 10 seconden even stokstijf blijven staan. En dan kunnen we er goed zien wat er met je doet. Dus niet gaan wegrennen of wild. Gewoon even stokstijf blijven staan voor 10 seconden. Nou, je moet gewoon blijven staan waar je staat. Nee, je kan dat. Ja? Geloof me. Ja? Lopen alle camera's, jongens. Ik begrijp van wel, het gaat nu gebeuren. Oké, okay. Jeff, daar gaan we, hè? Goed. Oké. Okay. Lars, ben je er klaar voor? Daar gaat ie! Ja, met z'n allen! Het zit over een... Leeft de camera nog, Joost? Lars, ik heb het idee dat jij wel afgekoeld bent van de zomer zo. Het is best wel lekker. Het is best lekker, misschien hebben wij het ook moeten doen. Beelden zometeen te vinden op glowfm.nl. Yeah.